Welkom bij weer een Creative Live van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle en vandaag ga ik een verjaardagskaartje laten zien, maar wel met een Van Volt. Ik had me laten inspireren door een voorbeeldkaartje van Stamping Up met de Hey Chick bundel. En dat was een kaartje op Coastal Cabana met dag Mary, dag Anja, dag Marion. Dag Monique, super. Daar zag ik een kaartje met vier van die vierkantjes. Met deze kleuren ook. En daar hadden ze dan van die kipjes op gedaan die ze verder niet hadden gekleurd. Alleen maar het hanenkammetje. En dat was eigenlijk gewoon een reguliere kaart. Ik zal straks in de groep mijn inspiratie zetten voor deze kaart. En toen dacht ik, oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Alleen, ik wil er een Van Volt van maken. En dit is dus de voorkant met die leuke kip met het ballonnetje. En dit zijn trouwens, dit is Coastal Cabana met Mango Melody, Daffodil Delight, Flirty Flamingo en Melon Mambo. En die kleurtjes die heb ik ook weer terug laten komen op het kippetje. Dus Flirty Flamingo. Dit is Pool Party en Bermuda Bay, dus richting die Coastal Cabana. Dus een beetje Daffodil Delight. En wanneer je hem open doet, dan heeft hij een pop-up gedeelte. En dat pop-up gedeelte, dat is het Van Volt gedeelte. En daar komen diezelfde vierkantjes ook weer in terug. En het is een heel makkelijk kaartje. We hebben hem een keer gedaan bij Online Stamping Party als een kaartenswap. En ik ben nu bezig met een kaartje voor te bereiden voor de nieuwe swap in onlinestampingparty.nl. Dus mocht je daar nog geen lid zijn, word dan lid en dan kun je meedoen met een kaartenswap. In ieder geval, deze hebben we al een keer gedaan. En ik dacht, ik vind het wel leuk om deze weer eventjes tevoorschijn te halen, maar dan in een iets andere variant. En in dit geval dus een verjaardagskaartje. Het voordeel van dit kaartje is dat je hem gewoon dus opgevouwen kunt versturen. Dat hij heel erg makkelijk is, maar dat hij dus echt op allerlei soorten manieren in te vullen is, om het maar zo te zeggen. Dus die gaan we maken. Alleen in plaats van deze, kijk, hier zie je ook, ik heb gewoon zwart-witte afbeeldingjes en dan steeds weer een beetje detail ingekleurd. Dus, en ik heb de Happy Birthday, heb ik een beetje ombre ingekleurd en die heb ik gestanst op die foam sheets. En dat laat ik zo direct ook zien. Goedenavond. Zo, dat gaan we doen. We gaan het alleen met iets andere kleuren doen. En wel met de in-colors van 2022. Dus alle vijf de in-colors. En ik heb al een en ander voorbereid. Ik heb voorbereid een basiskaart. Gewoon een reguliere basiskaart. En waar is mijn vouwbeen? Van Bumblebee. En het past mooi bij mijn, bij mijn vest. Is echt dezelfde kleur. En dit is mijn Bumblebee vest. dit is een basiskaart. Dus Bumblebee kaartstok 14,5 keer 21. Gerild door het midden op 10,5. Dan heb ik een matje van Bumblebee van 10 keer 14 centimeter. En die heb ik embossed. Ik weet niet of jullie dat een beetje goed kunnen zien. Met de Pinewood Planks Embossing Folder. Ik zal hem ook even zo laten zien. Dan zie je dat soms beter. Maar ik gebruik altijd die gladde kant. Dat is echt een buiten de Tasteful Textile Embossing Folder. Is dat echt wel een van mijn grootste favorieten. Om het maar zo te zeggen. En die mat, die gaan we gewoon met lijm op de kaart plakken. Dit flesje is een beetje aan het einde van zijn latijn. Of tenminste, er zit nog maar weinig lijm in. Dus ik heb ook een verse neergelegd. Maar ik probeer altijd zoveel mogelijk uit de lijm te halen. Zo. En die plak ik alvast op de voorzijde. Dan kan ik dat niet meer vergeten.
En dan heb ik alvast wat gestanst. In ieder geval van de vierkantjes. Ik heb namelijk even een stukje van die foam adhesive sheets gepakt. Ga ik zo direct uitleggen. En ik heb dus al gestanst een tweetal vierkantjes van iedere keer eenzelfde kleur. Ik leg ze heel eventjes neer. Maar dit zijn de inkleuren. Dus Bumblebee is de vijfde kleur. En dan hebben we Cinnamon Cider. We hebben Magenta Madness. Just Jade en Misty Moonlight. En die kleuren die gaan dus terugkomen op de voorkant van de kaart. En op dat pop-up gedeelte van de kaart. Dus die gaan terugkomen. En zo. Ik heb een beetje een kriebeltje in mijn keel. Bumblebee ga ik ook gebruiken. Eigenlijk dezelfde kleur. Dus toon op toon voor de binnenkant. Voor de confetti van die leuke stempelset. En ik heb natuurlijk wat wit cardstock. Waar ik dan die kippetjes enzovoort op ga stempelen. Die Hey Birthday Chick bundel. Die is beschikbaar vanaf vorige week. Begin februari. Tot en met mei. Tot wanneer de nieuwe catalogus komt. Het is echt een superleuk stempelset met die leuke kippen. En er zit ook een hele leuke standset bij. Met dus inderdaad de standjes om die kippen uit te stansen. En ook het ei. Maar ook een hekje, slingertjes, happy birthday. En die gaan we ook gebruiken. Strikje, noem het maar op. Dus echt een heel leuk standsetje. Die leg ik nog heel even apart. En we gaan eerst eens even kijken naar dat pop-up gedeelte. En het mooie is dat dit eigenlijk ja, echt gewoon een heel simpele funfold is. Met een heel leuk effect. En wat ik al zei, nu heb ik hem met vierkantjes gedaan. Maar je kan ook rondjes doen. Zolang het iedere keer maar past tussen deze grootte. Maar je kan hem dus ook heel goed, zeg maar, als je hem andersom doet. Dus dat je hem lang hebt. Dan kun je het ook heel goed doen. Waar je op moet letten is dat de strip die je gebruikt voor je pop-up gedeelte altijd net zo lang is als je kaart. Dus heb je een kaart van inderdaad 21 centimeter, dan is die strip 21 centimeter bij 2,5 in dit geval. Heb je nou zo'n bovenklapkaart, dus een kaart die aan de bovenkant opent, heb ik er hier een liggen. Ja, dan is die... Die is dus 29, want die is gerild op 14,5. Dan pak je dus een strip van 2,5 keer 29. Ja? Dus je pakt altijd voor dat pop-up gedeelte de lengte van zeg maar de kaart waar je het wil gaan oppuppen. Poppen, of hoe je dat ook noemt. Dus gaat die zo open, dan krijg je op die manier dat pop-up gedeelte. En... Daar hebben we niet eens een trimmer voor nodig, want hij is heel makkelijk. Die strip, in dit geval dus van 21 centimeter, die ga ik gewoon dubbel vouwen. Dus de uiteinden op elkaar vouw ik hem dubbel. En dan vouw ik één kant naar dat midden, dus naar die rillijn die ik net gemaakt heb. Ook gewoon precies doormidden. Kijk, daar begint al onze pop-up gedeelte. En de andere kant, die vouw ik ook naar die middelste rillijn toe. En dan krijg je zo'n soort trapje. Dus je hoeft niet eens te rillen. Maar hier heb je eigenlijk al gewoon het pop-up gedeelte. Dus super eenvoudig. Je hoeft geen afmeting te onthouden. Zolang dit gedeelte altijd net zo groot is als je kaart. Vervolgens vouw je hem doormidden. Vouw je het ene uiteinde naar die middelste rillijn. En het andere uiteinde naar die middelste rillijn. That's it. Goed, we willen hem natuurlijk wel op gaan plakken. Nou, ook dat is niet heel moeilijk. Maar er zijn een aantal dingen waar je even op moet letten. Ik gebruik graag tear and tape om hem vast te plakken. Waarom? Dan kan die niet verschuiven en heb ik niet uiteindelijk ook
Waar ik normaal gesproken heel graag nog even wil schuiven met mijn, bijvoorbeeld met mijn mat, wil ik dat deze eigenlijk meteen vast zit, omdat ik anders dus lijm heb op de rest van mijn kaart. En deze wil ik gewoon stevig vastzetten. En ik doe dus op die beide uiteinden van dat pop-up gedeelte, doe ik een laagje van dat dubbelzijdige plakband. Dus één aan deze kant, dan heb je dat driehoek gedeelte en één aan de andere kant. Ik hoop dat dat zo duidelijk is. Nou, voordat ik die in ga plakken, ga ik nog stempelen met dat confetti stempeltje van deze Hey Birthday Chick stempelset. En dat ga ik dus stempelen met dezelfde inkt als dat wij kaartstok hebben. Ik pak alvast even een paar blokken erbij. Voor straks ook. Oh, ik kan net mijn kleine blokjes niet vinden. Ik heb mijn mandje opnieuw ingeruimd. En dan vind je meteen al je spullen niet. Deze zocht ik. En ik heb hier ook het kleinste blokje. Goed. Ik wil mijn pop-up gedeelte. Je kan er dus voor kiezen om je pop-up gedeelte hoog te doen. Zolang je altijd maar ruimte houdt dat je vierkantje niet boven de kaart uitkomt. Je kan hem juist heel erg laag doen. Ik doe hem meestal in het midden. Dus ik hou hem ongeveer in het midden. En dat geeft me een beetje idee waar ik ga stempelen met mijn confetti. Ik wil namelijk dat de confetti eigenlijk gewoon, ja, een beetje langs de randen van dat pop-up gedeelte. Zo. Oeh. Worden gestempeld. En ik heb ergens een klein streepje gecreëerd. Dus we gaan even kijken of we de pop-up ietsje moeten verzetten of dat we... Kijk, ik heb hier een heel klein randje. Ik heb iets te hard gedrukt op mijn stempel. Maar ik denk dat mijn vierkantje dat missertje gaat verdoezelen. Dus ik heb een rand gestempeld met Bumblebee op Bumblebee cardstock. Dus eigenlijk gewoon heel simpel. Je hebt genoeg ruimte om hier wat te schrijven of hieronder. Dit is niet echt een kaart. Dat is wel zo waar je een hele boodschap schrijft. Het is meer bijvoorbeeld een kaart waar je zegt groetjes en fijne verjaardag gewenst of zoiets dergelijks. Zo. We gaan eens even kijken of mijn... Ik denk dat hier net een vierkantje voorkomt. Even kijken hoor. Ja, die zal niet zichtbaar zijn. Oké, okay. Gelukkig. We gaan hem opplakken. Ik ga eerst aan de ene zijde van dat pop-up gedeelte mijn tape eraf halen. En ik ga het uiteinde van dat pop-up gedeelte, dus ik vouw hem gewoon even uit, echt tegen de rand van mijn kaart plakken. Dus hij komt helemaal gelijk met de rand van mijn kaart. En dan plak ik hem gewoon vast. Dan vouw ik hem weer dubbel. Dus hij zit echt tegen de rand van die kaart geplakt. Dan vouw ik hem weer dubbel. Ga ik hier ook die tape van afhalen. Huppakee. En dan vouw ik gewoon, even zorgen dat mijn vingers er niet aan vastplakken, de kaart dicht. En op het moment dat ik dat doe, dan zit die meteen vast. En dat is dus ook een van de redenen waarom ik dus die tape gebruik. Hij zit dus nu meteen vast. En kijk, doe ik hem helemaal dicht, dan heb ik hem gewoon dat ik hem open kan. Of doe ik hem helemaal open, dan werkt dat. Maar anders heb ik dus al dat pop-up gedeelte gecreëerd. Nou,
Vervolgens gaan we de kaart verder aankleden. En dat gaan we doen met een aantal gestempelde kippetjes. En die gaan we deels, ja, maar voor een deel stempelen. En sommige helemaal. Van deze kip doen we eigenlijk maar, ja, zeg maar zo'n koppie. Het eitje doen we in zijn geheel. Deze kip, die doen we ook in zijn geheel. En hier doen we ook eigenlijk, zeg maar, een gedeelte van de kip. Ik ga ze wel gewoon allemaal stempelen. Sommige wel gewoon aan de rand, om het maar zo te zeggen. En niet helemaal. Dat scheelt toch weer wat papier. Ik pak heel even een gitpapier erbij. Dan kan ik dit papier nog gebruiken voor een andere video. Want mijn gitpapier is bijna op. En ik wil eigenlijk nog niet bestellen. Maar ik heb echt nog maar, wat is het? 3 velletjes. Normaal heb ik eigenlijk altijd nog zo'n heel extra blok. Maar deze keer niet. Beetje dom. Maar ja, ik dacht dat ik nog had. Hebben jullie dat wel eens? Dat je in één keer je gitpapier weg is? En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan eigenlijk niet zonder. Want het gitpapier gebruik ik natuurlijk, ja, om een werkblad schoon te houden. Maar ik gebruik het ook heel vaak om dingetjes te meten. Of om te zorgen dat ik inderdaad iets recht heb. En ons kippie met zijn wilde haardos. Die doe ik zo half op mijn kaartstok met memento. Ik vind deze erg leuk met dat haar. Zo blij en vrolijk. Zo. Dan pakken we eventjes dat dikke kippetje. Die wil ik ook, zeg maar, half op zo'n vierkantje. Ik ga hem een beetje op zijn kop stempelen. Dan kan ik hem ook hier aan deze rand gaan stempelen. Zo. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vanochtend niet eens had nagedacht over het feit dat ik eigenlijk vandaag inderdaad met Bumblebee aan de slag ging. Maar ik realiseer me dus nu dat mijn vest echt dezelfde kleur is als dat cardstock. Even kijken. We pakken onze kleine chick erbij. Hoppakee. Het eitje. Of tenminste het kleine kuikentje wat uit het eitje gekropen is. Doe ik ook eventjes hier op zijn kant. Is ook zo leukert. Oh, echt. Ik heb zaterdag een blog op met de Creatieve Harten. En dan komt deze stempelset, met name die met zijn haren, die komt ook weer terug. Ik pak even een groot blok voor deze kip, want die gaan we dus wel in zijn geheel stempelen. Want die gebruik ik voor de voorzijde. 1 keer in zijn geheel. En ik ga een keer alleen. Nee, dat hoeft denk ik niet eens. Ik ga iets anders doen. Want ik was hier niet zo blij. Ik had die. Die had ik nog een keer extra gedaan. Maar je ziet best wel goed dat die er overheen zit geplakt. Dus ik ga iets anders doen. Als ik straks zeg, oh, ik had die ballon nog een keer extra moeten stempelen, dan moeten jullie maar even zeggen, Danielle, je ging wat anders doen. En dan herinner ik me het vast wel. Bij deze moet ik ook een beetje voorzichtig zijn met stempelen, dat ik niet de binnenkant van de ballon op het kaartstok krijg. Ook, yay! Inderdaad, Jenny, matching. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik naar de stad ga of wat dan ook, of überhaupt als ik kleuren zie, dan denk ik toch wel heel vaak in stamping up kleuren. Dan denk ik, oh, wat een leuke top. Oh, dat is dit of dat is dat. Ja, ik weet niet. Misschien ben ik de enige, maar dat hoop ik niet. Zo. Wat ik ook meteen even ga doen, is waar is mijn foamstukje? Ik ga meteen even een stukje kaartstok alvast op het foam plakken. En dan kan ik de rest van mijn kaartstok
Even afsnijden met mijn trimmer. Zodat ik niet een heel stuk cardstock vies krijg of wat dan ook door het stanzen. Hoppakee. Zo. Dan heb ik nog een stukje cardstock over. En nog een klein beetje. Je weet nooit. Hoppakee. Zo. En dit stukje cardstock. Dit stansje doe ik weer eventjes terug. Zo. En dit stukje cardstock. Dat ga ik op mijn foam adhesive sheet plakken. En die kleine reepjes die ik er nu afknip, ja, die gebruik ik weer gewoon als dimensional, zeg maar. En wat je dan doet, of tenminste wat ik doe, wat ik fijn vind, is ik haal dan eentje eraf en dan doe ik dus het cardstock erop plakken. Niet als ik mijn nagel ook vast plak. En dan zit het dus al erop voordat ik ga stansen. Zo. Dat heb ik ook al voorbereid. En dan gaan we, voordat we echt gaan stansen, eerst eens even kleuren. Ik gebruik, zijn geen Bumblebee stamping blends, maar wel Mango Melody. En dat lijkt heel erg op Bumblebee op het moment dat je dat gaat kleuren. En ik ga in ieder geval de pootjes en de snaveltjes met die kleur inkleuren. En ik denk dat ik de lichte variant eventjes pak voor mijn kleine kuiken. En dat ik misschien wel de donkere variant. Even kijken, hoe heb ik dat gisteren nou weer? Alleen het snaveltje. Ja, deze ook. Het snaveltje. En zijn platvoetjes. Huppakee. En van deze ook zijn snaveltje en zijn poten. En dan dacht ik dat ik de haartjes en zo met Magenta Madness ging doen. Zo. Van deze kleine doe ik even zijn hoedje. Dus ik ga ze helemaal niet helemaal in kleuren. Ik doe gewoon alleen maar een paar accentdeeltjes. En deze. Ja, het is zo klein dat je het niet eens echt kan blenden. Zo. Van deze doen we zijn haren ook even. Ik doe hem denk ik eerst gewoon even helemaal met licht. Ik denk dat dit ook een heel vrolijk kaartje wordt. Deze heeft echt van dat wilde haar. Je hebt ook die echte kippen. Dit is wel echt gebaseerd op een echte kip. Die zulke veren pruiken hebben. Ja, dit is wel heel typerend nu voor de carnaval natuurlijk. Zo. Hoppakee. En bij deze doe ik in ieder geval zijn koppie. Roze. Magenta Madness. De light variant. En dan doe ik die hanekam. Met de donkere variant.
En dan dacht ik dat ik het groen ga gebruiken voor de cupcake. En dat is Just Jade. Doe ik gewoon met, inderdaad, een coronakapsel. Helemaal aan het uitgroeien, Marlies. Oh, echt, hè? Ik ben echt gewoon al een jaar niet naar de kapper geweest. Langer waarschijnlijk, want ik was al een tijdje niet naar de kapper geweest toen alles ging sluiten. Maar, en toen ze allemaal weer open waren, ja, toen heb ik er niet aan gedacht. Want ik dacht, nou, laat eerst maar alle mensen gaan met kort haar en, noem het maar op. En ik ben nog steeds niet geweest. Zo. En dan doen we een groene ballon. En die doe ik eerst gewoon met licht. Ik ben ook hartstikke grijs, joh. Ik heb mijn haar natuurlijk ook al heel lang niet geverfd. Inderdaad, inderdaad. Juist, ja. Ik kan me ook helemaal identificeren. Ik heb meestal nu zo'n grote knot op mijn hoofd. Maar mijn haar is echt gewoon, nou ja, tot ver over mijn middel. Langer dan dat het ooit geweest is. En ja, het is niet eens meer, ik kan er ook niet meer los mee slapen, zeg maar. Want dan zit het helemaal om mijn nek heen gewonden. Nou, dat heb ik echt nog nooit gehad, hoor. Zo lang haar. Maar Johan, die vindt het prachtig. Dus die vindt het niet zo heel erg. Kijk, we hebben gekleurd. En dan wil ik, zeg maar, het happy birthday wil ik ombre hebben. Dus dat wil ik straks in gaan kleuren met deze. Die Mango Melody. Dat de onderkant met de donkere en de bovenkant onder een donker, ja, enzovoort. Ja, Marlies, ik zou dat ook gewoon moeten doen. Want uiteindelijk heb ik heel lang haar en daar kan ik best gewoon zelf de dode punten afhalen. Maar ja, dat durf ik dan weer niet. En eigenlijk moet ik dat Johan gewoon vragen of die een keer, als ik het net gewassen heb en het helemaal nat uitgekamd is, of hij er even een stukje van afhaalt. Hij is heel precies. Het is ook een hobbyman. Dus hij maakt ook modellen van vrachtwagens en zo. Dus hij is een stuk preciezer dan ik. Plus hij klust ook heel veel. Dus dat wil zeggen dat hij ook nog eens een goed timmermans oog heeft. Dus ik durf het eigenlijk wel aan als Johan zou gaan knippen. Even kijken. Ik ga kijken of ik het allemaal zo er doorheen kan krijgen. Of dat ik iets los moet knippen. En volgens mij hebben we zelfs een kapperschaar. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet waarom, maar volgens mij hebben we er een. Ik ga zo even opstaan om dit beter te zien. Ik ga eerst even passen, kijken of ik dit allemaal in één keer, of dat ik het even los moet knippen. Nee, we moeten even knippen. Zo, doen we. Ja, is wel een goed idee, hè Marlies? Misschien moet ik dat inderdaad doen. Dat ik mijn schatje even inhuur als kapper. Zo, we gaan eventjes. Ik ga er even bij staan. Dus het kan zijn dat er een beetje gekke schaduw over de dingen. Maar ik wil even dat die goed ligt. Zo. Die. Kijk, deze kan er helemaal op. Zo. Deze. Zo. Past deze nog? Ja. En wellicht ook nog gewoon mijn happy birthday. Kunnen we er in één run doorheen? Het
enige is dat ik wel even zeker moet zijn. Nee, deze doe ik nog even niet, want die is zo dik. En dat zou een beetje een zonde zijn als daardoor mijn andere stansjes verschuiven. Goed vasthouden, Danielle. Ik had zo'n mooie magneetplaat, maar die is nu toch wel echt... Oh, ik stop, want ik zie dat die hier verschoven is, mijn ballonnenman. Dus we gaan hem even er zo uithalen en dan doen we ballon eventjes opnieuw. Want dat zou ik zonde vinden als hij niet goed is. Maar deze is in ieder geval goed gelukt. En onze grote kip ook. Leggen we ook even aan de kant. En ons eitje is ook goed gelukt. En dan leggen we deze even goed neer. Ik zou het zonde vinden als ik zeg maar zijn poot eraf stans. En dat idee had ik net. Ik leg hem even op de andere plaat. Want deze plaat, mijn platen moet ik ook nog weer bestellen. Het is echt... Ik loop een beetje achter de feiten aan. Maar deze is ook een beetje bol. En dan verschuift dat ook allemaal nogal snel. En het zou zo zonde zijn als inderdaad zijn pootje eraf is. Hè? Dus we draaien hem gewoon even om. En dan komt dat helemaal goed. Zo... Zou je zien dat ik toch zijn poot eraf gestanst heb? Oh nee, toch niet. Phew, gelukt. En dan doen we als laatste eventjes onze happy birthday. Dus dat is de foam sheet met het cardstock. Gaat dus tegelijkertijd door de stansmachine. En ja, dat kan. Er is wel een magneetplaat voor de nieuwe machine, Marlies. Maar er zijn wat issues mee. Dus ze hebben hem voor nu heel even uit de verkoop gehaald. En ze zijn een oplossing aan het zoeken. Ik vind hem wel heel fijn. Want het is een soort zelfhelende magneetplaat. Alleen trekt hij wat boller dan dat hij zou moeten trekken. Dus dat even ter info. Zo. Huppakee. Deze die doe ik meteen eventjes in het mandje. Zodat ik ze niet kwijtraak. En dan gaan we eens even die happy birthday eruit halen. Dus hij is heel mooi. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Gewoon door alles heen gestanst. Dus en door het cardstock. En door mijn foam. En nou laat ik hem even erin zitten. Want ik ga eerst kleuren. Dat is wat makkelijker. dan dat ik dat later doe. Dus ik pak mijn donkere en mijn lichte Mango Melody. En ik ga gewoon met de lichte variant over dat hele woord. En dan pak ik de donkere. En daar pak ik eigenlijk alleen maar de onderzijde van Birthday. En de onderzijde van Happy. En dan ga ik er nog heel klein beetje, zeg maar, over dat randje. Eén keer met de lichte variant. En dan heb ik een ombre tekstje. dus dan is die gewoon tweekleurig. Terwijl het gewoon Whisper White cardstock. Of nou, Whisper White. Basic White. Inmiddels. Cardstock is. En dan kan je gewoon heel voorzichtig met je vingers. Kan je dat woordje eruit drukken. Kijk. En dan gebruik ik mijn. Dus dit hou ik over. Dan gebruik ik mijn Take Your Pick tool om de laatste onderdeeltjes eruit te halen. Ik moet zeggen, die oude magneetplaat gebruikte ik bijna nooit. Ik weet ook niet waarom. Ik gebruikte hem, ja, ik weet niet. Mijn stansjes leken altijd te verspringen. En ik moet zeggen, die nieuwe die gebruikte ik wel heel veel. Want die vond ik dus heel fijn. Maar ja, die is nu een beetje erg bol getrokken. Ik kan hem nog wel gebruiken hoor, maar hij is niet meer helemaal plat. Even kijken. Ik ben ondertussen die hele kleine deeltjes eruit aan het steken met mijn Take Your Pick. En dat werkt op zich gewoon hartstikke goed. Dit is een wat groter deel.
En het is super handig, want dat kleine letter, of tenminste tekststansje, zit nu al meteen op een verdikking. Ik hoef hem niet 4 of 5 keer uit te draaien om hem dikker te krijgen, om dimensie te krijgen en hem dan op elkaar te plakken. Dat gaat in één keer. Ja, die Take Your Pick is echt geweldig, Jenny. Zo'n goede deal ook, hè. Wat is die 14,50 uit mijn hoofd? Met al die accessoires erbij. Die putty tool gebruik ik heel veel met sequins. Nou, dan dat spateltje. Deze. De prikpen, die gebruik ik het meeste. Dus die ik nu hier erop heb. Maar ook het rail gedeelte gebruik ik. Ja, ik vind hem echt helemaal het einde. En ik heb ook zeg maar dat kleine borsteltje. Zo, die is daarheen gesprongen. En nou heeft hij dus nog wel het achterkantje erop. En dan kan ik hem zo direct gewoon op gaan plakken op het vierkantje waar ik hem wil hebben. Goed, we gaan eens even kleurvolgorde bepalen. En dat begin ik even aan de voorkant, want ik wil dus geen groen aan de bovenkant hebben. Maar ik wil zeg maar wel een beetje dezelfde kleurvolgorde aanhouden als dat ik normaal zou hebben. Dus ik zit te denken, die hier, doe ik hem zo, of even denken, ik denk het wel, of doe ik deze beneden, bruin, groen, blauw, roze. Of doen we hem zo? Ja. Zo gaan we hem doen. Goed. Ik pak nu even mijn wat vollere. Dit is dus ook de volgorde die ik zeg maar aan de binnenkant ga gebruiken. En waarom ik groen niet boven wilde is omdat ik die groene ballon heb. De Just Jade ballon. En nou pak ik hem zeg maar aan de bovenkant en aan de zijkant van die mat op ongeveer dezelfde afstand. Dus als ik die eerste er eenmaal op heb zitten, dan gaan de rest. Oh ja, met de stipjes, Gina, dat denk ik wat je bedoelt. Of ga je hem. Ik denk dat ik hem zo doe. Ik weet niet of je dat bedoelde. Ja, de regelmaat. We gaan hem eventjes kijken. Ik hou hier ongeveer dezelfde hoeveelheid aan als het middenstuk. Ongeveer. Hij is niet helemaal gelijk. En verder geldt nog steeds dat als je een reactie achterlaat tijdens deze lives, dan maak je kans om om die kaart opgestuurd te krijgen. €12 zelfs, Marlies. Nou, hey, wat een deal voor die Take Your Pick. Zo. Ik wacht even met onze ballonnenvriend erop te plakken. Ik ga eerst even naar de binnenkant. Want dan moet ik eventjes de volgorde pakken natuurlijk. Blauw. En dan kwam roze. En dan kwam groen. En dan kwam bruin. Makkelijkste is om eerst je vierkantjes te beplakken. Maar nu heb ik ze even op volgorde. Je vierkantjes te beplakken. En dan. Of doen we hem zo? Nee, ik wil hem wel zo. Deze gaat zo. Ik zie gewoon alleen maar stippen. Dus ik denk dat hij zo goed is. Gina, is die zo goed? Oh, echt. Ik zie het niet meer. Ik zie alleen maar stippen voor mijn ogen.
Zo, deze die komt hierop. Dan gaan we onze woordjes daarop. Ah, gelukkig Gina. Dankjewel. Deze doen we hier. Ons kleine piepkuiken. Die doen we hierop. En dit is zeg maar de volgorde. Inderdaad, super voor Pasen zie ik net. Inderdaad, absoluut. En, gelukkig Wilma, hij ligt goed inderdaad. 2 Take Your Pick Tools is eigenlijk wel een hele goeie, Mary. Misschien moet ik mezelf nog een tweede cadeau doen. Want dan kan ik op de ene inderdaad mijn putty end en de prick tool. En dan kan ik op de andere inderdaad het rail element en het borsteltje. Oh, Mary, wat erg dat je me dit idee nu weer geeft. Nou, dankjewel. Ik zag het weer. Altijd zeggen, Gina. Nooit jezelf inhouden. Gewoon zeggen. Absoluut. Wat dat betreft zitten we hier samen te knutselen. Hè? Dus is het alleen maar heel erg fijn dat ik niet in mijn eentje tegen mezelf zit te praten. Zoals ik normaal zit als ik kaartjes zit te maken, maar dat jullie er nu zijn. Dus dat vind ik al hartstikke gezellig. Dus zeg het gewoon. Zo. We gaan onze eerste ruigharige kip opplakken op dat blauwe vierkantje. En ik plak hem dus helemaal aan de rand van dat vierkantje. Hij is ook leuk, denk ik nu eens, omdat jij Pasen zegt, Marion. Met die Springtime Joy stempelset. Kijk. Dan zou je dus op de voorkant het, het lammetje kunnen doen. Je kan het haasje doen. Je kan het kuikentje doen met een bloempje. Je kan het mandje doen. En dan ook de tekst. Welcome Spring of Easter. Hij is heel goed te gebruiken. Hij is heel leuk met deze ook, denk ik ineens. En hij is volgens mij ook gewoon leuk met op iedere een andere bloem. Of noem het maar op. Ik gebruik eigenlijk niet echt dimensionals in de rest van de kaart. Buiten dan de tekst. Omdat die anders wel heel erg bol gaat staan. Dus vandaar, deze doen we een beetje alsof die opspringt. Ik had hem bij de andere kaart, ja, hij is heel klein, maar had ik hem echt zo. En toen had ik echt het idee, ach wat arm, dat ene kleine pootje is eraf. Kijk, hier is een heel lijf af, maar dus vandaar dat ik hem nu helemaal erop wilde. Daar wacht ik nog heel eventjes mee. En dan gaan we deze kip eventjes opplakken. Marliesje was het niet van plan. Maar nu ga je toch aan de kippen of ga je toch aan de Springtime Joy? Of was je niet van plan om een kaartje te gaan maken? Even kijken. Ik heb hier een beetje te veel lijm op. Ik moet heel even wachten tot die een beetje droog is. En dan zie je, dan heb ik hier dus wat over. En omdat er wat lijm zit... Ik gebruik even mijn grote schaar om hem af te knippen. Want dat vind ik niet zo erg als daar wat lijm op komt. Maar als het op mijn snips komt, dan vind ik dat wel erg. Ben bang dat ik moet bestellen. Oh, het is wat, hè. Oh, kijk nou. En hier haal ik dus het achterkantje vanaf. En nou is het wel zo dat hij net iets breder is dan het vierkantje. Maar ik probeer hem zeg maar aan beide kanten het gelijke hoeveelheid weg te laten hangen. Of hoe zeg je dat? Eruit te laten hangen. Dus een heel klein beetje maar hoor. Kijk. Hey. Zo wordt hij. Nou, we pakken hem erbij. Ja, ik ben bang dat we moeten bestellen. En dan pak ik eigenlijk gewoon wat lijm. Dus ook geen dimensional. En ik doe op ieder kwart deel. Want we hebben hem natuurlijk in vieren gevouwen. Doe ik gewoon een dotje lijm. En daar ga ik mijn
vierkantjes op plakken. En nou heb ik dus geen timmermans oog. Dus ik probeer ze zo recht mogelijk te plakken. Dus ik begin gewoon met eentje. En dan probeer ik dat die aan beide kanten zeg maar net zoveel onder het strookje uitkomt. En dan doen we de volgende. Ja, weet je, ik zou dit allemaal met een liniaal kunnen doen. Helemaal mee eens. Maar in dit geval doe ik het gewoon op het oog. Het is een handgemaakte kaart. Ik probeer hem wel in het midden van het midden te plakken. En ik denk zelf, ik vind het ook een beetje een carnavalskaart nu op het moment, moet ik heel eerlijk zeggen. Helemaal waarschijnlijk vanwege dat kuiken met zijn hoedje. Even weer goed vastpakken en dan doen we de laatste. Zo, inderdaad, het is handwerk. Inderdaad. Nou zie ik wel dat ik een beetje, ik denk dat ik toch nog, en dat is dan het voordeel dat je hem plat kunt leggen, dat ik toch nog wat confetti erbij ga stempelen. Want ik zie maar een heel klein randje, zeg maar confetti. En ik wil toch eigenlijk nog wel wat confetti laten zien. Dus dat gaan we heel voorzichtig eraan toevoegen. Dan zie je maar, hè. Soms als je niet tevreden bent, dan kan je gewoon nog wat erbij doen. En ik probeer wel op te letten dat ik niet op mijn gekleurde vierkantje stempel. Maar hij mag net even nog wat meer eruit springen. En dat, naar mijn gevoel gebeurt dat als ik dus nog wat van die confetti toevoeg. Dan komt hij net even wat meer tevoorschijn. Ja, zo is die leuk. Oh hey, Mirjam is er ook. Gezellig, leuk. Juist, hij had net even iets meer nodig, vond ik. Zo, even kijken. Doen we hem zo, zo. En dan gaan we de voorkant nog even doen. Kijk, is heel feestelijk. Degene die deze kaart dus krijgt. Het is wel een verjaardagskaart. Ik doe er altijd gewoon een los papiertje in met een tekst. Dus je kan hem altijd zelf de kaart gebruiken of nog versturen. Of ik bedoel gebruiken om te versturen of gewoon bewaren. Maar mijn excuses als je dan niet jarig bent, dat je toch een verjaardagskaart krijgt. Even kijken, ik pak er even dimensionals bij. Heel vers velletje. En ik ging hier inderdaad nog wat mee doen. Ik doe namelijk onder het lijfje één laagje dimensionals. En ik ga onder de ballon twee laagjes doen, zodat die wat hoger komt. En dan lijkt het toch alsof die ballon, zeg maar, nog wat meer aan het zweven is. Zo. En ik doe dus bewust geen tekst op de voorkant van de kaart. Want ik vind deze kip al genoeg spreken. Zo, de ballon, die zit goed hoog. En dan gaan we het lijfje opplakken. Ik heb eerst even gezorgd dat ik die ballon op de juiste plek heb. En dan gaat de kip. En dan hebben we weer een hartstikke vrolijk kaartje, al zeg ik het zelf. Super leuk om te maken. Heel eenvoudig. Ook heel goed aan te passen. Ik zit ook net te denken, weet je, met deze stempelset
kun je hem natuurlijk ook heel goed doen. Dan kan je de bloemen stansen. En in plaats van dat je dan vierkantjes pakt, kan je in principe dit hele pop-up gedeelte met bloemen vullen. En dan bijvoorbeeld een tekstje erop. Dus dan krijg je ook een eigenlijk alsof je een bos bloemen in een kaart hebt. Dus er zijn superveel mogelijkheden om er leuke kaarten mee te maken. Dit is de Inside Pop-up Banner kaart. En ik vond het superleuk dat jullie weer gekeken hebben. Aankomende woensdag gaat Johan weer een naam uit het bakje trekken. Van alle mensen die een reactie hebben achtergelaten vandaag. En een van jullie wordt dan getagd hier in deze thread, waar jullie nu ook je reacties zetten. En dan mag je aangeven welke kaart je wil ontvangen. De Coastal Cabana variant of deze in-color variant. En dan wens ik jullie een hele fijne week toe. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Volgende week maandag zal dat in ieder geval zijn. Doei doei!